Ja, hallo beste mensen. En welkom weer bij Dashcam Zwolle. Mijn naam is Kasper. En je zult nu waarschijnlijk afvragen van, hey Kasper, ben je opnieuw begonnen? Ja. Hey Kasper, ik ben ook al je filmpjes kwijt. Ja. Wat is er gebeurd? Heel simpel. Mijn ouwe, als dat, had ik een mooi idee. Ik denk, ik bouw een dam. Maar, die dam heb ik niet goed geplaatst. Dus, ik kreeg overstroming in de stad. En binnen no time stond mijn hele stad onder water. Dus, ik heb nog proberen te redden wat het te redden viel. Maar het mocht helaas niet meer water. Dus mijn hele stad was verloren. Dus, toen moet ik opnieuw beginnen. Dus dat zijn we dus nu aan het doen. Ik denk dat we dit toch zo doen. Verkeer van rechts, Kasper. Dus dat doet wel zo. We zijn alvast weer een nieuwe stad aan het maken. Nu zullen ze wel weer de rioleringen liggen. En de stroom ligt er al. En we zijn al een klein stadje aan het maken. En die deel is aan het doen. Ik denk dat hier gewoon nu één hoofdweg gaan gebruiken. Dus dit wordt de hoofdweg. Die wordt gekoppeld aan alles. Dus dit is de hoofdweg. En die ga ik denk ik gewoon nu in de lengte maken. Dus zo. Dus langs de grens, zo zeggen. Daar komt straks dus de hoofdweg. En dan kunnen we dan straks kunnen we dan aan de hoofdweg kun je dan bijvoorbeeld wijken gaan aankoppelen aan de straten. Wordt inrichtingsverkeer. Dus zo, dat is een keer wat anders. En ja, dat is een beetje het verhaal. Dus inmiddels ben ik al bezig met de basis. Kijk, het waterhoofd, daar doe ik nu maar eentje van. Want zie je wel, de riolering is gewoon blauw. Dus dat is gewoon goed. Dus dat doe ik ook gewoon maar eentje. Want het gaat alleen maar geld kosten. Dan kunnen we ook gewoon zeggen, want we doen de stroom door nu hier zo in. Ik kan ook gewoon hier zo mee komen. Zo. Kijk, hier ligt ook al de riolering. Kijk, hier ligt de... Kijk, hier ligt de afvoer. Hier heb ik eventjes een windturbine neergezet. Als ik dat helemaal doortrekken. Hier ligt de aanvoer. Mocht je dit omgedraaien, dan komt dus hier de afvoer. Dus die riolering. En daar je aanvoer. Riolering gaat vies water produceren. Komt in het water, schone water terecht. Gaat het hierheen naar je aanvoer van je schone water. Ja, dan worden dus mensen ziek. Kijk, het is dus water wat bevuild is. En mensen worden ziek. Worden ze daar niet vrolijk van? Nee, worden ze niet vrolijk van. Goed, inmiddels ligt hier de stroom ligt hier. We hebben de fabriek hebben er staan nu. We gaan hier de eerste wijk maken, denk ik. En deze straat die trekken we gewoon weer een keer door. Dus daar doen we verder niet zo voor aan. Even die weer uit. Kijken of we hier nog even wat meer kunnen maken. Even. Zo, dan gaan we dit op. Dan gaan we weer terug. Ja, dat pakt heel mooi. Top, hartstikke goed. Hier doen we even weer wat Resident Zone, daar wordt om gevraagd. En er wordt ook gevraagd om het blauwe zone. Maar waar ik hier begint zometeen met een wijk. Met een woonwijk. Dus misschien is het handig om dat hier te doen. Misschien. Ik wil die woonwijk. Nou, die kan hier wel komen. Ja, ik weet dat dat dit. Zeik. We beginnen hier met de eerste woonwijk. Nou, hoe gaat het dan in zijn werk? Eerste woonwijk? Dat gaat het zo in zijn werk. Hier komt een straat. Zo. Die straat die koppelen we weer. Die houden denk ik, ja, het is wel mooi dat hij een beetje de helft kan krijgen. Ik hoor zo, zo. En doen we een keer zo. Ja. Dan maken we hier maken we nog even weer rioleringen. Die heb je ook nodig. Dan doen we hier riolering. En daar riolering. En daar riolering. Zo. Ik begin honger te krijgen. Zo, daar en daar. En dan kan ook dat die stroom een beetje mooi blijft. Maar moet er al stroom komen? Ja, daar moet stroom komen. Dan maken we hier maken we de blauwe zone. Maar dan wil ik niet alles hebben. Blauw. Ik doe hier gewoon de blauwe zone. Dan maken we hier gewoon. Tot hier maken we hem dan. Even opschieten, want dan gaan we er al die dingen opbouwen. En dan doen we hier ook nog weer blauwe zone. Die maken we af tot en met daar.
zijn er dus 4. Dan doen we hier ook weer blauwe zone. Doen we weer tot daar. Zo. Daarna kun je hem denk ik wel helemaal pakken. Dat vind ik goed. Hier komt woongebied. Daar komt woongebied. Daar komt woongebied. Daar komt woongebied. Daar komt woongebied. En daar komt woongebied. Dit laten we even nog zo. Want ik wil even kijken hoe die er straks uit komt te zien. En ook met qua wegen. En dan kan ik ook de wegen gewoon doortrekken. En ik wil ook even kijken of we inderdaad de stroom wat anders kunnen gaan doen. Want als ik hier een stroom maak, dan kan ik hier al niks meer maken. Het is gewoon doodse zonde. Dus ik laat het gewoon doen. Oh, doe ook niet. Ik heb hem gewoon zo, denk ik. Ik zal hem hier gewoon maken. Ik hier gewoon. Oh, die had hem al ietsjes dichterbij dan morgen. Wat gebeurt er? Doe zo. Geld meer, zegt hij. Oh. No money anymore. Dus dan moeten we even een geld aanvragen bij de bank. Loon. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Echt niet. Het is wel een mooie piep trouwens. Dat is nu mee de stad naar de Filistijn is. Dat is dus niet zo mooi. Dat is alleen maar zie ik. Zo moet dat die storm. Dan heb ik weer een nieuw probleem erbij. Hoop ik dan. Ik heb nog geen probleem gezien met de stroom toevoer. Dus misschien dat hij het nog gaat halen. Hopelijk. Dus dan kunnen ze wel weer opnieuw gaan beginnen. Fijn, hè? Hoe gaan we de city noemen? Noemen ze een naam? Zeggen ze een naam? Wat is een leuke naam. Ik maak er gewoon Cast City van. Naam Cast City. Leuke naam. Goed, inmiddels gaat de stroom, of het geld ook nog niet echt, wat je zegt, geweldig snel omhoog. Ik hoop wat meer hier aandacht besteden aan de parkjes en zo. En ik wil me eigenlijk een beetje de boel een beetje wat dichterbij te maken. Dus niet meer dat gezeur met. Dat je wijken geen problemen krijgt met werkloosheid en zo. Maar gewoon dat we een beetje de boel een beetje centraler gaan maken. Er wordt er wel gebouwd en ze zitten niet te miepen over de stroom. Dus ik denk dat het nog wel goed gaat. Dus. Dan is die stroomtoevoer nog wel redelijk ver buiten in bereik, moet ik zeggen. Kom, kijk, ja, de stroomtoevoer kan die gewoon nog hebben. Oh, dat is mooi. Goh, dat is weer goed gefixt. Ja, dan halen we zo meteen level 1, halen we zo meteen wel. Dan krijgen we weer wat geld, dan kunnen we verder. En ik zal zeggen, ik laat even hierbij. Nou, helaas van de oude stad, helaas moeten we afscheid van nemen. We gaan dus nu weer beginnen met de nieuwe stad, Cast City. En we gaan deze gewoon weer heel mooi maken. En proberen we hier weer een leuk gebied van te maken. Ze zeggen, tot de volgende. Toedels! Dag!